Het trainingsveld van de Hertgang was weer volledig bezet vanochtend. Na de rustdag van gisteren werkt vandaag een complete selectie toe naar de wedstrijd van morgen. Het bekerduel met VVSB uit Noordwijkerhout. Fred Rutte beschikte op het veld over drie keepers. Khalid Sinou, Benjamin van Leer en Andreas Isaksson. Die zagen we gisteren al terug, maar traint vandaag volledig met de groep mee. En lijkt fit voor morgen. Dat ziet er heel goed uit. Dus waarschijnlijk krijgen we morgen het groen licht voor hem. Titon, daar ben ik gisteren nog geweest. Ja, die zag er heel goed uit. Als ik dat zo, want hij deed zelf de deur open. Dus ja, dat was verrassend goed. Ik werd verrast. Die wil heel snel weer keepen, begrepen wij. Jawel, maar kijk, hij moet wel luisteren naar de doktoren. En, ja, het is toch een hevige tik geweest. En dan moet hij wel even oppassen, zeker de eerste dagen. Wat bespreek je met zo'n jongen? Heb je het nog over het moment, uiteraard, denk ik? Ja, kijk, ik heb dat maar achterwege gelaten. Hij heeft zelf ook nog niet gezien, gisteren in ieder geval. Dus, maar hij is heel, heel positief en hij is heel, ook heel positief gestemd. Hij had geen hoofdpijn. Dus we hebben alleen maar over andere zaken gesproken. Oké, nou, dat is in ieder geval goed nieuws. Ja. Hoe is het met het andere min of meer slachtoffer uit die botsing, Timothy de Rijk? Want die was niet buiten vanochtend. Nee, dat klopt. Timothy heeft toch wel vrij veel last. Hij heeft wat door kunnen spelen, maar de volgende ochtend had hij enorm veel last en stijvigheid van de knieholte. En dat ziet er vanmorgen niet goed uit. Nee, Wilfred Bouma ook nog niet voor morgen? Nee, die haalt morgen ook nog niet. Bouma werkte wel aan zijn herstel, buiten, samen met Luc van Acht. Hij liep zijn rondjes en keek vanaf een ander veld naar zijn ploeggenoten. Centraal achterin zal er dus het een en ander veranderen, maar dat mag geen probleem zijn tegen VVSB. Je moet altijd respect hebben voor, maar wij hebben meer dan voldoende kwaliteit om zeg maar, degene die op veld staan om de volgende ronde te bereiken. En uiteindelijk is dat ook weer het doel. Is het misschien ook een type wedstrijd, zeker in de serie van waarin de wedstrijden elkaar in hoog tempo opvolgen, dat je mensen kans kunt geven om even te laten zien, jonge jongens? Ja, zeker. En dat ga ik denk ik ook wel doen, ja. Hoe exact, dat weet ik nog niet, maar dat ligt wel in de lijn der verwachtingen, ja. En in dat opzicht wordt het misschien wel een interessante middag in Noordwijkerhout, waar VVSB de eerste tegenstander is in de strijd om de KNVB-beker. En daarmee is de ploeg die de ene laatste positie in de topklasse bekleedt de eerste hoorde op weg naar misschien wel een succesvol seizoen in de strijd om de KNVB-beker.